In dit filmpje gaan we kijken naar de verschillende soorten vloeren die je tegen kunt komen bij het onderzoek naar de constructie van je eigen woning. Nou, hier zien we een overzicht van de vloertypes die we kort zullen behandelen. Als eerste de houten balklaag. Dit type vloer kom je vooral tegen bij de wat oudere woningen en in de nieuwere woningen vooral als verdiepingsvloer of als zoldervloer. Bij oudere woningen kom je het ook tegen als begane grondvloer. Nou, het voordeel van een houten balklaag is natuurlijk dat het vrij licht is. Maar de overspanning die je kunt bereiken is vrij beperkt. Uitgangspunt is ongeveer 4 meter als maximale overspanning bij gewone handelsmaten. Belangrijk bij hout als begane grondvloer is dat je goed in de gaten houdt hoe de vochthuishouding onder de vloer is. Vanwege het vocht uit de bodem kan de houten balklaag gaan rotten als er niet genoeg geventileerd wordt. Nou, het is mogelijk om de vloer te isoleren, waardoor je constructie warm blijft en er dus minder condens zal optreden. Hier zie je een voorbeeld van de beperkte draagkracht van hout. De donkere balklaag die je ziet, dat is de bestaande balklaag. Maar die was na de verbouwing niet sterk genoeg meer op basis van de nieuwe wetten en regels. En daardoor zijn de balken tussen de bestaande balklaag geplaatst om de draagkracht te vergroten. Nou, de stalen balk in het midden is natuurlijk vele malen sterker en die kan een groot gedeelte van de verdiepingsvloer dragen. Nou, dit is wat er met een houten balklaag gebeurt. Als er niet goed geventileerd wordt, dan krijg je schimmel en houtrot en dan is de draagkracht van de balk, ja, die reduceert heel sterk. Een ander type vloer wat je in wat oudere woningen tegen kunt komen is een gemetselde vloer van keramische holle bakstenen. Nou, hier zie je een plaatje van de Nehobo steen, een holle baksteen. Deze vloeren werden gemetseld als muurtjes van 3, 4, 5 lagen hoog met een wapeningstaaf in de voeg. En als de specie uitgehard was, dan legde het muurtje neer als vloerelement. Dus eerst gemetseld en later neergelegd als wand. En het ziet er zo uit in het kruipluikgat. Een holle baksteen met daartussen specie en vaak nog een druklaag van beton eroverheen. De wapeningstaaf ligt aan de onderkant van de voeg, want aan de onderzijde heb ik te maken met trekspanning. En aan de bovenzijde heb ik dan een druklaag van beton. Nou, hier zie je de onderzijde van een vloer in de kelder. Ook losse elementen van een keramisch product die met behulp van wapeningstaven aan elkaar vastgestort is. Hier zien we nog de onderzijde van een gemetselde vloer in de kruipruimte die je tegen kunt komen tijdens onderzoek van je woning. En dit is één zo'n los element voordat die verwerkt is in de vloer. En hier zie je de afbeelding. De wapeningstaaf ligt onderin in twee richtingen en wordt volgestort met beton. Nou, een nieuw type vloer wat in de jaren 60-70 gebruikt werd is de combinatievloer. Een combinatie van balken en vulelementen, wordt ook wel balkenbroodjes genoemd. De prefab betonbalkjes die zijn voorzien van wapening aan de onderzijde vooral. Dus die kunnen de momenten opnemen. En de vulelementen zijn in dit geval van betonblokken, waaroverheen weer een druklaag is gestort. Het nadeel van dit type vloer is dat die veel poreus is, waardoor je veel vocht in je woning kunt krijgen. Althans, als je veel vocht in je kruipruimte hebt.
Dit type vloer wordt ook wel gebruikt nog voor verdiepingsvloeren of als vloer boven een kelder die later nog afgewerkt wordt. Maar hij isoleert heel erg slecht. Maar tegenwoordig gebruiken we veel elementen van polystyreen, waardoor we de vloer goed kunnen isoleren. Nou, het is een voorraadproduct. Dat betekent dat er geen lange levertijd op zitten en dat ik vrij snel kan gaan bouwen. De lengte van de balken gaat ongeveer tot 6 meter. Wordt de overspanning groter, dan moeten we of een ander vloersysteem kiezen of we moeten een dragende funderingsbalk gaan toevoegen. Over de balkenbroodjes komt een waperingsnet, ook wel een krimpnet genoemd, om krimpscheuren in de vloer te voorkomen. Het volgende type vloer is een kanaalplatvloer. Zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd komen we ze tegen. Als begane grondvloer komen we ze vooral tegen in een geïsoleerde vorm. En als verdiepingsvloer als ongeïsoleerde kanaalplaat. Hier zien we een geïsoleerde kanaalplaat met de oplegnokken, want we kunnen natuurlijk niet de vloer alleen maar op het EPS leggen. Dus we hebben oplegnokken nodig van beton. De vloer is relatief licht, omdat er veel ruimte in zit door de kanalen. Het is ook een volgespannen vloer, waardoor die vrij slank uitgevoerd kan worden. Nou, door de voorspanning zie je vaak dat vooral langere vloerelementen bol staan. En tijdens het gebruik of tijdens het storten van de drukvloer wordt de vloer dan weer ietsje rechter. Maar als een vloer bol staat, dat zie je in principe niet. Maar dan zou die een haartje gaan doorbuigen, dan is dat wel heel erg storend. Hier zien we een leidingplaatvloer. Er is hier rekening gehouden met leidingen die nog ingestort moeten worden. Nou, doordat er sleuven gemaakt worden in het beton en de hoogte van de vloer dus beperkt wordt op die plaatsen, is de onderzijde van de vloer massief uitgevoerd om toch aan de benodigde sterkte te komen. Hier zie je de kop van een verdiepingsvloer van een woning, waarbij duidelijk is dat de rechterelementen de leidingplaatvloeren zijn en de linkervloeren niet. Dus doordat de leidingsleuven aangebracht zijn, is de onderzijde massief uitgevoerd om toch de benodigde sterkte te krijgen. Een kenmerk van een kanaalplaatvloer is dat er om de 1,20 meter een vrij duidelijke V-naad zichtbaar is. Een vloer die in de woningbouw alleen als begane grondvloer gebruikt wordt, is een ribcassettevloer. De ribben die zien we aan de zijkanten en die zorgen voor de sterkte en de stijfheid van de vloer. En de rest van de schil is relatief dun. Nou, dit type vloer is ook vrij dik, omdat die een hoge isolatiewaarde moet bereiken. Nou, deze elementen die worden zowel in een breedte van 1,20 als 2,40 geleverd. Het is ook mogelijk om een vloer in het werk te storten. Nou, dat is wat hier gebeurt bij een loods die gebouwd wordt. Dat betekent wel dat je een vrij zware vloer hebt. Maar bij grote belastingen is het prettig als je een massieve vloer hebt. Een in het werk gestorte vloer is vaak op staal gefundeerd. Dat betekent dat die rechtstreeks op het maaiveld gestort wordt, eventueel op isolatiemateriaal om de vloer enigszins te isoleren. Hier zien we een vloer die eigenlijk op de draagkrachtige laag gestort wordt als fundering voor deze woning. En hier zien we het EPS-materiaal als isolatie van de vloer. Bij wat oudere woningen zie je soms geen V-naad in de vloer. En dat duidt er vaak op dat de vloer in het werk gestort is.
Dus de bekisting is gesteld over de hele verdieping. En er is gewoon één hele vloer overheen gestort. Het zijn vaak ook vrij dunne vloeren, ongeveer 15 centimeter. Een andere type betonvloer is een breedplaatvloer of een schilvloer. Je moet deze vloer wel tijdelijk onderstempelen. En de breedte van een breedplaatvloer is ongeveer 2,40 tot 3 meter. Dus als je daarna de onder 2,40 onder 3 meter ziet, dan heb je waarschijnlijk een breedplaatvloer. Het voordeel van een breedplaatvloer is dat je de leidingen en installaties in de vloer kunt wegwerken. En als alles aangelegd is, dan wordt er een laag beton op de schil gestort, waardoor er een dikke betonvloer ontstaat die wel sterk genoeg is en waarin dus alle leidingen weggewerkt kunnen worden. Nou, hier zie je zelfs stekken uit de muur van de verdieping eronder steken, omdat hierboven nog een muur gestort gaat worden voor de volgende verdieping. En op deze manier dus met wapening aan elkaar gekoppeld is. En als de beton hard is, dan kunnen de stempels verwijderd worden. Dan is de vloer sterk genoeg om zichzelf te dragen en de belasting. En heb je een vrije overspanning. Het is ook mogelijk om vloeren te maken van hout, massief hout, van CLT, kruislingsverlaagd hout. Ook hiervoor geldt weer, het is een massieve vloer die tot een lengte van ongeveer 17 meter gemaakt kan worden. Nou, het is een natuurlijk product, dus in die zin is het een duurzaam materiaal, mits het goed toegepast wordt. Een nieuw type vloer is een kanaalplaatvloer van hout. Het type vloer heet Kertoripa van Metsawood. En de constructieve werking is gelijk aan een kanaalplaatvloer, alleen dan uitgevoerd in hout. Nou, er wordt een stijve doos gemaakt met een boven- en onderplaat. En ook hier geldt weer dat die relatief licht is. En door de grote stijfheid kun je vrij grote overspanningen bereiken. Deze platen, deze vloerplaten, kunnen eigenlijk gemaakt worden tot een lengte van 18 meter. Nou, hier zie je een variant waarbij alleen de bovenplaat geprefabriceerd geleverd is. En de onderzijde blijft nog in het zicht of kan eventueel later nog afgewerkt worden. Nou, ook deze vloeren kun je isoleren in de kanalen. De vloeren zijn relatief licht, dus geluidsisolatie is wel een aandachtspunt.